Mevrouw Leijten, er is weinig aandacht voor in de mainstream media, maar u had er wel vragen over ingediend. Het blijkt dat mevrouw Kaag, god we houden zoveel van, een nevenfunctie niet heeft gemeld. Maar dat is ook een hele aparte nevenfunctie. En Leijten us. Nou, het blijkt uit een WOP-verzoek dat er een nevenfunctie is van mevrouw Kaag en dat daar discussie over is geweest of dat wel of niet gemeld had moeten worden naar Kamer. En dat uiteindelijk is besloten, ondanks de adviezen, het wel te melden dat het niet gemeld is. En ik heb opheldering gevraagd waarom die nevenfunctie niet gemeld is. Omdat wij vragen om allerlei transparantie. Wat de SP betreft mag dat ook nog wel wat meer zijn. Maar in ieder geval van belangen, van bewindspersonen, ook van Kamerleden, die ze hebben. En ja, Kamerleden die mogen nog wel een nevenfunctie hebben. Voorzitter van de tennisvereniging of weet ik veel wat. Maar dat moeten we wel opgeven. Net zoals neveninkomsten. Als je dat allemaal niet doet, dan staan er zelfs sancties op in de Kamer. Dat hebben we gezien bij de heer Baudet. Ja, en hier is een nevenfunctie niet opgegeven. En ik wil weten van de minister-president waarom dat niet is gedaan. Even. Dat had ik overigens voor iedere bewindspersoon gedaan. Hè, toen duidelijk werd dat Hoekstra een bepaalde belastingconstructie niet had opgegeven, terwijl de minister-president het wel wist, wilden wij ook dat dat wel bekend was. Ja, dus wat dat betreft gelijke monniken, gelijke kappen. Ik heb natuurlijk zitten kijken, maar het was nogal een apart club nevenfunctie. Als ik het goed begreep, was het een organisatie die ging kijken hoe je kunt voorbereiden op pandemieën. Weet jij nog hoe het heet ook? Nee, dat weet ik niet. En eerlijk gezegd doet het er voor mij ook niet toe. Als het de lokale postzegelclub was geweest, had ik het ook gevraagd, omdat je het moet melden. Het gaat mij hier dus ook niet om dat het Kaag is of weet ik voor een club over pandemieën. Het gaat mij erom dat je denkt dat de regels die voor iedereen gelden, niet voor jou gelden. Dat is niet goed. Wij maken hier regels voor iedereen en dan hou je je, zeker als je die regels maakt, aan die regels. Het is volgens mij ook een beetje wennen voor onze dames en heren politici, omdat dit gebeurt wel vaker, het nogal multi-interpretabel is en dat het penthouse van Pechtold, dat bleek later ook niet meer dan een soort garage te zijn hoor, maar dan denk ik toch, meld alles, dan zit je altijd goed. Nee, precies. En helemaal omdat wij van heel veel inwoners van ons land zeggen, ja, maar als je niks te verbergen hebt, dan mogen we je toch overal filmen. Hè, dan mogen we toch alles van je weten met de slimme meter, met de energierekening en noem allemaal op. Dan is altijd het argument, ja, als je niks te verbergen hebt, dan mogen wij het wel weten. Terwijl er best wel risico's in kunnen schuilen wat iedereen van je weet. En als het om hun gaat, dan is het, ja, dat melden we even niet. En dat is nou precies de reden waarom ik die Kamervraag heb gesteld. Het gaat me niet om Kaag, het gaat me niet om welke functie. Het gaat me erom dat ze weer denken dat ze regels kunnen maken, maar zich er zelf niet aan kunnen houden. En dat vind ik funest voor de integriteit van de overheid, van de regering, uiteindelijk van de politiek in zijn geheel. Hou Geen Stijl onafhankelijk en word lid van Geen Stijl Premium. Dat kan via premium.geenstijl.nl en we zijn je eeuwig dankbaar, zolang je lid blijft. Thanks!